Ja, nou, ik was dus net een video aan het opnemen in de reeks Geen verhaaltje voor het slaap gaan. Ik ben gisteren naar de telefoonwinkel geweest en ik heb daar mijn telefoon laten nakijken door die man. Hij heeft mijn SD-kaart helemaal gewist en mijn telefoon ook helemaal gewist. Dus mijn opslagcapaciteit is 100% zowel op mijn telefoon als op mijn SD-kaart, die ik er speciaal heb laten inzetten om deze filmpjes te kunnen opnemen. Want eerst dacht ik, ja, nou ja, misschien ligt het aan het apparaat. Wat zit mijn haar weer achterlijk? En nou, dus gisteren, mijn telefoon is leeg. Mijn SD-kaart die is leeg. En even zo goed, nou je ziet het toch, ik ben 20 minuten aan het praten en dan is je opnamecapaciteit bereikt. En dan houdt het weer op. En dat is zo lastig. Dus ik weet niet wat ik doen moet. Nog verder. En hoe dit kan. En die man in de telefoonwinkel weet het ook niet. Ik ben vorig jaar ook wel eens geweest. Dat ze ook zeiden, ja we snappen dit niet hoe dit kan. Geen idee, een beetje wonderbaarlijk. Dus als iemand er is die zegt, nou Cora, kijk daar eens naar of let daar eens op. Want ik heb gewoon geen idee hoe dit kan. En in de telefoonwinkel kunnen ze me dit ook niet vertellen. Maar het is een terugkerend fenomeen. Ik heb het vorig jaar wel eens gehad. 2 jaar geleden inmiddels. Ik hou het ook helemaal niet meer bij. In elk geval dat ik op sommige momenten maar 1 minuut opnamecapaciteit had. En dan ineens weer een half uur. En dat het ook gewoon heel wisselend was. Ik kan er geen pijl op trekken. Dus is er iemand die hier verstand van heeft, die hier ook iets zinnigs over kan zeggen? Ik krijg ook regelmatig aanmeldpogingen, dan weer vanuit Breda, Nijmegen, Amsterdam, ook wel eens vanuit het buitenland, Finland, weet ik het allemaal. En dan bijvoorbeeld of comments van mij verdwijnen op YouTube vaak. Bij anderen, als het een comment is, ik denk, goh, het is belangrijk dat ik dit even vertel. Nou, dan verdwijnt mijn comment, typ ik het opnieuw, is het weer verdwenen. En dan vervolgens blijft YouTube weer rollen, rollen, rollen. Dan is er weer een aanmeldpoging. Weet je, dat is in mijn geval gewoon heel vaak aan de hand. En dat is gewoon super lastig. Ja, vertel het mij maar. Ik heb er zo heerlijk geen verstand van. Tot nu toe komen mijn boodschappen er in elk geval door met een hoop gedoe, vaak. En dat bid ik altijd. Ik zeg, vader, het is uw woord wat ik probeer te delen. En dus zolang u wil dat gedeeld wordt, dan gebeurt dat. Nou, dus we komen er tot nu toe altijd wel doorheen. Maar het is een lastige zaak. En dus iemand die nog een tip heeft of die verstand heeft van misschien iemand hier in de buurt in Harlingen die zegt, nou ik kom wel eens even langs, ik heb verstand van die hackersbende, weet ik wat, misschien kan ik nog wat voor je uitzoeken. Wat er nou aan de hand is in jouw geval, graag, want ik ben gewoon een dikke vette nerd op dat gebied. En ik roei met de riemen die ik heb. Nou je ziet het, ik heb überhaupt geen dure spullen en weet ik het allemaal. Om mijn videoboodschappen de wereld in te brengen. En ik vraag ook geen support. En ik heb geen stichting. Je kunt mij helpen door mij aan mij te doneren. Weet je wel wat ze ook allemaal doen, hè? Dan nee, joh, tuurlijk niet. Je hebt het voor niks gekregen, geef het om niks weg. Toch? Nou, dus dit is even een korte boodschap. Whoever can be of help, alsjeblieft, contacteer mij. Want het is lastig hoor, dit. Ik kan nu wel weer naar die telefoonwinkel gaan en zeggen, nou moet je kijken, dan heb je gisteren alles gewist. Mijn SD-kaart is leeg, mijn telefoon is leeg en even zo goed. Kan ik na 20 minuten is het weer boem, afgelopen. Ja, dan gaat die man mij ook zeggen, ja geen idee. Geen idee hoe dat kan. Nou, dat hebben ze me al eerder verteld. Het is allemaal wat. Dus ja, die boodschap was weer abrupt afgelopen. Nou ja, het zij zo. Prettige dag allemaal. Hoi.